is zondag 10 mei. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Twee RET'ers zwaar mishandeld in lijn 23. Uit Hongkongse quarantaine weer terug in Rotterdam. En Finse glaskunstenaar maakt vogels in Leerdam. Enkele tientallen moeders in de regio zijn vandaag verrast met een echte handgemaakte Itala Bird. Het felbegeerde cadeau werd dit weekend exclusief gemaakt bij het Glasmuseum in Leerdam. Een team van glasblazers uit Finland liet het publiek daar kennis maken met hun bijzondere glasvogels. Erittäin hienoja lintuja, mä haluaisin niitä mielelläni ostaa. Dit is dus Fins en dat betekent zoveel als het is allemaal erg mooi en zeer de moeite waard. Dit designerglaswerk van de Finse Litela-groep. Dit weekend eenmalig actief in de glasblazerij van Leerdam, waar vooral de verkoop van de Litela Birds heel goed gaat. These funny characters, 6 different names and 6 different personalities. And these ones, this is Imol Bananas. Have all the birds a unique name? Yes. This is Imol Bananas. And what is his name? This is Ippy the Hippie. Is it a girl or a boy? Oh, it could be either one. Was misschien wel een aardig ideetje voor Moederdag. Ja, leuk om te zien. Voor haar ook leuk om te zien. Heel interessant, ja. Heel mooi, echt. Ja, ze is heel wat anders. Heb je ook die hele leuke kleine bordjes daarnaast gezien? Bordjes, hè? Ja. Ze zijn klein, maar de prijsjes zijn ietsjes. De prijzen zijn best, ja. Ja, ik vind het wel erg duur, inderdaad. Well, the price comes from a lot of different factors. Glass is a really expensive material to make, and it's all handmade. And the number of pieces they produce in one day is not very great. So it's a combination of different things.